Met aftredend burgemeester Han Looijen blikken we nog één keer terug op 4 jaar Sint-Michielskerstel. U gaat natuurlijk ook gewoon dingen missen vanaf oktober. Zeker. Wat gaat u missen? 30.000 inwoners van de gemeente Sint-Michielskerstel. En verder, gemeente Heusden brengt prentenboek uit met verhalen van Oekraïense vluchtelingen. En opnieuw onschadelijke poederbrief bezorgd op het gemeentehuis in Vlijmen. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Op 25 mei verbaasde burgemeester Han Looijen iedereen in de gemeenteraad van Sint-Michielskerstel door totaal onverwacht zijn afscheid aan te kondigen. Zelfs na 4 maanden is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk waarom hij vertrekt. Waarom maakt een burgemeester zijn eerste termijn van 6 jaar niet vol? Han Looijen, burgervader van Sint-Michielskerstel, probeerde het in een speciale aflevering van onze talkshow Focus uit te leggen. Dat had te maken met de heftigheid waarmee we besluiten moesten nemen. Daar het ging over asiel, daar het ging over statushouders, daar het ging over Oekraïners. Dat was het moment waarop ik merkte van past de jas wel van Sint-Michielskerstel, past die wel bij de persoon Han Looijen? Dat is me niet helemaal duidelijk. U moest meegaan met beslissingen waar u moeite mee heeft? Nou, je wordt geacht als burgemeester zijn in dat soort dossiers om wel een stap naar voren te zetten. Ja. En dat heeft te maken met je positie in de regio als functionaris zijnde. Dat heeft ook te maken dat je ook portefeuillehouder bent, dus ook binnen de gemeente. En ik merkte dat de gedrevenheid ze zochten destijds een ondernemende burgemeester. Nou, dat was ik en dat ben ik ook. Ja, daar merkte ik dat ik af en toe... Ik moet misschien dan een stap terug. Ik merkte dat Jan Pom heeft het op een fantastische manier vormgegeven. Bijna 17 jaar lang burgemeester van Sint-Michielskerstel. Maar dat was een type burgemeester die... dat paste toen ook bij de tijdsgeest. En men was op zoek naar een ondernemende, energieke, jonge burgemeester. Maar die misschien ook wat meer afstand hield, want ja, en ook was ongeveer ook, overal en ook zakelijker, hè, dat was ook echt wel de opdracht. Maar wilde u iets wat de rest van het college niet wilde? Nee, dat was het niet zozeer. Maar ik wilde echt wel daar resultaten in behalen. En je merkte dat de contramal van Han Looijen was te groot ten opzichte van Jan Pomber. En dat maakte het af en toe best wel lastig. En dat kwam met name tot uiting in, nou ja, toch wel een aantal dossiers waar je een pittige knoop over moest doorhakken. Het hele gesprek met burgemeester Han Looijen is te zien via onze website dtvnieuws.nl. Voor de tweede keer in korte tijd werd op het gemeentehuis van Heusden in Vlijmen een brief met verdachte inhoud bezorgd. Dit gebeurde woensdagochtend. De politie deed onderzoek en trof opnieuw geen gevaarlijke stoffen aan. Ondertussen is de afzender van beide brieven bij de politie bekend. De politie gaat met hem contact opnemen. Elke keer als een onbekende stof in een brief wordt aangetroffen, moet er alarm worden geslagen bij de politie. Op de Bossenbaan tussen Sint-Michielskerstel en Den Bosch zijn dinsdagavond 2 voertuigen tegen elkaar gebotst. Een van de auto's kwam na de botsing tegen een lichtmast aan die daarna op het wegdek viel. Hierdoor was de N167 een lange tijd afgesloten. Alle inzittenden van beide voertuigen werden ter plaatse nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Van de abrupte vlucht uit hun thuisland tot het aanpassen aan het Nederlandse leven. De verhalen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Heusden zijn vanaf nu gebundeld in een prentenboek. Een prentenboek over de verhalen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Heusden werd woensdag gepresenteerd in Vlijmen. Met dit boek hopen de makers de vluchtelingen te kunnen helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. Het zou heel mooi zijn als we een structurele bijdrage kunnen dragen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. En ik wist dat Leonie al eerder een mooi boek heeft gemaakt voor kinderen in ziekenhuizen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En zo hebben we geprobeerd zo goed mogelijk verhaal op te zetten. Om de verhalen in beeld te brengen, gingen de makers in gesprek met de Oekraïners over hun ervaringen.
Deze gesprekken waren erg indrukwekkend. Daar heel dichtbij te komen hebben we twee dagen uitgetrokken om op de opvanglocatie zelf mee te lopen. Met de mensen te praten onder leiding van twee tolken. En op die manier vertelden de Oekraïnse vluchtelingen zelf over hun hele verhaal. Over hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen. Wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien onderweg. Hoe ze hebben afscheid moeten nemen van hun dierbaren in Oekraïne. En hoe ze het nu in Nederland ervaren. Dat gedeelte van het hele proces vond ik denk ik het bijzonderste. Want je stond echt in contact met die mensen. En ik hoop dat dat ook terug te zien is in het boek. Het is echt hun verhaal. Als de mensen net in Nederland komen, heb ik ook al een intakegesprek met ze. En dan gaat het ook wat meer de persoonlijke kant op. Maar nu werd er echt de tijd genomen om echt over het verhaal van de vlucht van Oekraïne thuis naar Nederland te komen. Dat was vaak wel emotioneel. Maar het was ook wel heel verbindend. We zijn daarna met alle bewoners gaan eten bijvoorbeeld. Iedereen had lekkere dingen gekookt en daardoor konden de bewoners onderling er ook weer over vertellen. Dus dat werkte eigenlijk wel. Het was emotioneel, maar wel verbindend. Dus dat was mooi. Het boek kwam tot stand met donaties van verschillende partijen. We hebben de voorkeur om onze donatie te doen die kindgerelateerd zijn. Omdat kinderen de meest kwetsbare persoontjes in onze samenleving zijn. En op het moment dat we de beoordeling gingen doen, toen werden net de eerste opvangcentrums opgezet. In overleg met de gemeente zijn we daar toen wezen kijken. En dat had dermate indruk gemaakt op ons dat we er eigenlijk vrij snel uit waren. Dat gewoon de opbrengst van de Heuse Heerrit, die moest dat jaar gewoon naar de kinderen van Oekraïne. Het doel van het boek is dat de oorlog in Oekraïne nog bespreekbaarder wordt. Zowel voor de vluchtelingen als voor Nederlanders. Daarom is het boek in beide talen uitgebracht. Wat hoop je dat mensen meenemen als ze dit boek lezen? Ik denk dat ze het gesprek met elkaar aan willen gaan vervolgens wat vaker. En dat hoeft niet altijd aan de eettafel, maar kan ook 's avonds in bed met het boekje erbij. Of 's ochtends of tijdens het spelen. Dat het op een laagdrempelige manier er toch nog over kan hebben eigenlijk. Ik hoop voor de Oekraïnse vluchtelingen, vooral de kinderen, dat ze zich erin herkennen en hun eigen verhaal daaraan kunnen koppelen om echt over hun gevoelens te praten. En dat het echt een open onderwerp wordt ook voor hun. Dat ze het niet hoeven te verstoppen. Dus ik hoop dat dat bij de Oekraïnse vluchtelingen wordt bereikt. En voor de Nederlandse en Nederlands geïntegreerde kinderen dat ze begrijpen wat het is om een vluchteling te zijn en wat er gebeurt in Oekraïne om de situatie echt uit te leggen. Het prentenboek zal worden verspreid over alle opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen in de regio. Het was woensdag prima weer met veel zon en een temperatuur die opliep naar zo'n 24 graden. De komende dagen wordt het iets koeler en wisselvalliger en op vrijdag is er ook weer kans op een bui. Heeft u nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over de bouwdossiers van de gemeente Heusden, die vanaf nu digitaal zijn te zien, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel!